Goedendag. In deze video leggen wij uit wat de HPRO voor u kan betekenen. De Nexus HPRO is ontwikkeld met het oog op waterschaarste, om efficiënter met water om te gaan, om kosten te besparen en om een bijdrage te kunnen leveren aan de NVO. De HPRO is een doorontwikkelde RO-installatie. En om deze HPRO goed uit te kunnen leggen, beginnen we bij de conventionele RO. RO, ofwel de afkorting van reverse osmosis, omgekeerde osmose, is een filtratieproces waarbij het water door zeer kleine poriën in een membraan worden gedrukt. Het water wat door het membraan is geweest, noemen we permeaat en dit is vrij van enige zouten. Een RO produceert dus ontzout water en de tegengehouden zouten die moeten ook continu worden afgevoerd. Dit gebeurt in het zogenoemde concentraat. Een RO kan daarom nooit 100% van het aanvoerwater ontzouten. Doorgaans liggen de recoveries van deze installaties rond de 60 à 70%. En 30 à 40% van het water wordt dus afgevoerd of weggegooid. Hoe hoog deze recovery precies kan zijn, is afhankelijk van de watersamenstelling. En deze recovery wordt op voorhand bepaald op basis van deze watersamenstelling. En die wordt bij inbedrijfstellen op een vaste waarde ingesteld. En dit is dus op dit moment hoe alle RO-installaties, hoe alle conventionele installaties worden gebouwd en in bedrijf worden gesteld. Die recovery wordt altijd aan de veilige kant gekozen om zo problemen te voorkomen. Het grote verschil met de HPRO is dat al het concentraat nog een keer wordt gecirculeerd en nog een keer door de membranen gaat. Op deze wijze wordt de maximale hoeveelheid water onttrokken en de recovery gemaximaliseerd. Dit circuleren kan alleen niet voor altijd doorgaan. Op een bepaald moment moet dit concentraat afgevoerd worden. Op zo'n moment gaat er een klep open, verlaat het concentraat de installatie, waarna de klep weer sluit en het proces opnieuw begint. Hoe lang dit circuleren kan doorgaan, wordt aan de hand van verschillende sensoren bepaald. Deze sensoren verzamelen belangrijke informatie en vormen gezamenlijk één algoritme. Uit deze algoritme wordt bepaalde waarde onttrokken, waarmee bepaald wordt hoe lang dit circuleren nog kan doorgaan, wanneer het optimale moment is om het concentraat de installatie te laten verlaten. Het gaat zelfs zo ver dat de RO zelflerend is gemaakt. Zelf kan hij bepalen wat het ideale moment is om het concentraat de installatie te laten verlaten en hij past zich continu aan de watersamenstelling. Niet alleen de watersamenstelling, maar ook de temperatuur die voor verandering kunnen zorgen. Dit maakt de HPRO zelfsturend en uniek in zijn soort. Met deze technologie wordt de recovery van de HPRO gemaximaliseerd en kunnen 20 à 30% extra opbrengst behalen ten opzichte van een conventionele RO.